De Johan Cruijff Schaal wordt nog maar eens opgepoetst om de officiële seizoensopening zoveel mogelijk glans mee te geven. Want zoals bijna ieder jaar liggen de echte prioriteiten zo vroeg in het seizoen elders. Al zal dat door de hoofdrolspelers nooit worden uitgesproken. Always you want to pak Schaal. Zie maar zijn prijs. En, ja, het is de eerste prijs, de opmaat voor het seizoen. En ja, daar moet je alles voor doen. Wij moeten doen alles mogelijk dat wij pak Schaal. En natuurlijk gaan we het dan ook gelijk aan als een test. Speciaal wanneer jij speelt in Ajax. Elke prijs is belangrijk. Maar toch gaat het al snel over andere zaken. Want een aantal Ajaxiden heeft nog niet eens een week getraind. Na een korte vakantie om alweer voor de eerste prijs van het seizoen op te gaan. Nou, wij speelden bijvoorbeeld tegen Panathinaikos met 3 spelers. Waarmee bij het seizoen zeggen eindigt. Dan is het altijd moeilijk. Nieuwe spelers hebben kans. Maar ik denk Ajax altijd hebben goede spelers en dan moet kans pakken andere spelers. Ja, nu komen dus een aantal spelers binnen die normaal gesproken ook zeg maar, tot de kern van je elftal behoren. Dus het elftal zal denk ik volgende week en verderop ja, toch wel wat anders uit gaan zien. Het mogen duidelijk zijn, voor een aantal Ajaxiden moet de voorbereiding nog beginnen. Masiyeh, Onana en Mazraoui zijn er in ieder geval weer bij zaterdag tegen PSV. Als tenminste de training zometeen goed verloopt, want we hebben nog een training, dan zullen André, Noes, Mazraoui en Hakim Ziyech, die zullen bij de selectie zijn. Ondertussen is de transfermarkt ook nog steeds open, maar wat Ten Hag betreft gaan er in Amsterdam geen mutaties meer plaatsvinden. Ik hoop het niet eigenlijk. Deze selectie is groot genoeg en sterk genoeg. Ik denk hier moeten we mee aan het werk gaan, dit moeten we ontwikkelen. Dus binnenkomende transfers, ja, het kan natuurlijk altijd als er iets op ons pad komt. En ik denk, een club als Ajax moet altijd alert zijn. Maar als dit de grootte van de selectie is, meer dan genoeg. Mijn ervaring is, na 7-8 wedstrijden, dan 1-2 poppetjes, die wijzigen dan en dan moet het in elkaar vallen. En als dat eerder zou zijn, ja, dat zou heel prettig zijn. Als er inderdaad nog spelers zouden gaan vertrekken, ja, dan dat zou de zaak veranderen. Afhankelijk van hoeveel er weggaan en wie er weggaan. Nou, het is weer de kunst om weer een team te vormen. En dat zal dan het belangrijkste zijn. En als we dat weer gaan worden, dan kunnen we heel succesvol worden, ja.